In het Vijverhof leven de bewoners niet alleen samen, ze doen ook veel samen. Want het is hier ongeveer elke dag activiteitendag. We proberen om de zoveel tijd eens een uitstap te plannen met de bewoners. En vandaag is dat dus Kortrijk geworden. Ik denk dat dat voor de bewoners echt wel heel belangrijk is. Vooral het feit dat ze samen plezier kunnen beleven. De meeste van de bewoners hier zijn hun partner verloren en moeten dus toch een beetje opnieuw beginnen. En dat doen ze, elk voor zich. Maar ook allemaal samen. Hoe je bent, zit al zoveel mensen die zijn blij van dat je buiten komt. Hè. En ook dat de dingen dat zijn, een beetje gestimuleerd te samen voor buiten te gaan. Hè. Daar speelt een grote rol voor de mensen, ter de heren onder de mensen. En babbelijke heren, en grobbelijke heren, dat doet ook een keer heren. Wij zijn meer dan het appartement dat ze huren uiteindelijk. Hé. Onze dienstverlening zorgt er ook voor dat ze naar ons komen. Ze heeft een veilig gevoel dat ze weten dat er overdag altijd iemand in de buurt is als er een probleem is. Ja, het samenhorig zijn, hé, dat doet er ook heel veel aan. Je hebt zowel de woonassistent die belangrijk is daarin, maar ook de bewoners zelf. Als zij overeenkomen staan, dat maakt dat nog zoveel plezanter om bij ons te wonen. Zo zijn de bewoners familie geworden, in goede en kwade dagen. Absoluut met mijn mes, nee. Praktisch iedereen die daar woont, ik ken me. Ja. Ik ben nu 3 maanden geleden geopereerd, ben in die wulpenstoel geweest. Dus ik heb dat heel gans op die procedure ook moeten, veel pijn gehad. Ik heb veel steun gehad.